Deze beschouwing die gaat over racisme en alles wat erbij hoort. Tu, ik ga een beetje grabbelen in mijn grabbelton van herinneringen. Maar waar ging het nou ook alweer om? Volgens mij zijn we helemaal de weg kwijt als het gaat over racisme. Alsof een spleetoog niet beter mag zijn in pingpongen dan een lilliputter. Spleetoogen zijn beter in pingpongen. En ze zijn ook beter in IQ-testen. Daar heb ik nog nooit een blanke over horen klagen. Ja, maar moet je geen spleetoog zeggen, Piri? Moet je zeggen mongol. Ja, maar als je Mongool zegt, dat mag dan, of mag dat dan tegenwoordig meer wel? Dan moet je Aziatisch zeggen. Maar in Engeland, dan noemen ze mensen uit India, dat noemen ze ook Asians. En ja, sorry hoor, maar ik vind dus Indianos uit India, dat vind ik mijn soort. Gek genoeg. Dat is heel raar. Kijk ik naar. Ik ga maar gewoon me grabbelen. Hè? Als ik naar een vrouw kijk. Kijk ik altijd. Of ze mooi is. Dat kan niet anders. Ik kijk altijd of ze mooi is. En dan. Heb je de. de, de hoe moet je dat nou zeggen? Dat je er seks mee zou kunnen, willen. Nou, ooit of zo. Is dat mogelijk of niet? Er zijn vrouwen. Er is zo'n vrouw op mijn werk, dat is mijn manager. Jeetje, wat een lelijk mens. Door daar zou ik het nooit meer willen doen. En, en Maxima, dat, dat vind ik eng, zo iemand. Hè? Ik durf het niet met Maxima te doen. Dat zou ik heel erg vinden als ik dat dan uh, in mijn agenda, ja vanavond moet je seks hebben met Maxima op Soestijk. En gaat Willem Alexander toekijken of zo. En kijk dat er iemand kijkt waar ik seks heb. Dat valt nog, maar dat is dan nog over te hebben. Maar met Maxima. En ik moet je zeggen, Dit... Uh, when, ja. Uh, Laat ik die Somalische vrouw als voorbeeld nemen. Een mooie Somalische vrouw heeft een lekker bol kopje. Een soort Michelin vrouwtje of zo. Ja, niet beledigend, want ik denk dat de huid van de eerste beste Somalische vrouw er beter uitziet... ...dan de huid van een Nederlandse vrouw. En ze hebben hele goede tanden en zijn erbij met een ontzettend lief en open karakter. En toch heb ik geen enkele, ja, heb ik net zoveel zin om op zo'n Somalische vrouw uh, te klimmen. Dan op mijn manager. Terwijl mijn manager, dat is, uh, je, 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 je snapt het gelijk. Je hoeft er maar een, een kwartiertje mee te maken. En dan denk je, oh ja, dan snap ik het. Ja, daar zou ik hem ook niet in willen hangen. En die Somalische vrouw, die, die ken ik dan helemaal niet. Verder, ik kan alleen maar zien die ene dan waar ik het over heb. Ik denk, ja, je bent echt heel erg leuk. Je bent een, een fijne, vriendelijke... Dat je denkt, nou, ik heb volgende week een barbecue. Wil je ook komen? Maar dan helemaal niks qua seksualiteit, hè? En dat heb ik ook bij. Uh, de, die. zeggen dat? Is, ja, ze noemen ze Latino's. En dat zijn ze ook. Het ja, is eigenlijk mestizo. Dat is de officiële term. En mestizo vrouwen. dat spreekt mij helemaal niet aan. Echt niet. En uh, aboriginals ook niet. En dan moet ik zeggen: Er zijn meerdere ja, volkeren, rassen of zo. Dat ik denk van ja. Dus, maar het is niet seksueel aantrekkelijk. Terwijl ik opensta voor die mensen en denk: ja, Leuk, leuk, leuk. Maar ik, ik hoef geen kinderen van je dochter. Dat is gek, toch? En het vreemde is dat bij Indiaanse vrouwen heb ik dat helemaal niet. Ja, vrouwen uit India. Hè? Prachtig. Mogen ze nog Hindoestaans zijn ook. Maakt me niet uit. Denk denk, jeetje, ben je mooi. Ook in de zin van... Uh, Zoals Heintje David's zong of zo. Of hoe die ook alweer? De mama... Je bent de allerliefste van de hele wereld. Dat je de kinderen mee wil. En dan kan jij zeggen, ja, dit is in jouw geval dit is individueel. Ik ken ook een vriend die mij vertelde dat hij het liefste keek naar porno met negerinnen. Ja, die vind ik pas echt geil. Niet van die Hollandse sletjes. echte negerinnen. Ja, het maakt mij niet uit. Het maakt me echt niet uit. Dus. Ik ben nu 61 en ik ga niet meer beginnen. Natuurlijk. Ik ben geen Emile Ratelband van Chaka. We gaan ze allemaal gek maken. Ik vind het mooi geweest. Ik kan mezelf projecteren dat ik nu 18, 19 ben en... Dat ik dan ergens een negroïde vrouw ontmoet, en het is de enige vrouw die ik nog vertrouw. En dat is het er maar. Dan is dat mijn vrouw. Natuurlijk. Zo is dat nou? Uiteindelijk dat is het hele punt. Je hebt. Noem het maar de, de vijf stadia van zijn, van materie. En het eerste stadium, dat is het atoom. Met die, ja, je kent het wel. Dus het is of dit, of dat, of zus, of zo, en niet iets ertussenin. Het is dus waterstof, helium, lithium, beryllium, borium, koolstof, stikstof, zuurstof Fluor. Argon. Zo. Dat waren de eerste tien elementen. Dat zijn de atomen. Letterlijk betekent het. Uh, de individuen. Ja, maar individu, dat is een mens. Ja, haha. het betekent niet deelbaar. Dus in betekent niet. En dividere is delen. Dus en op zijn Grieks is dat A, dus niet. En Thomas of zo, of Tomer, of ik ken geen Grieks. Tomeren. Ik heb gewerkt met een Tomermachine. Daar kan je hele dunne plakjes mee maken. Zoiets als bij de Slager staat, maar dan uh, nog veel dunner. Het is een individu, is het, het is een atoom, dat is de eerste level. Het vijfde level is de mens. Het vierde level is het dier. Het derde level is de plant. En het tweede level, wat er tussenin zit, dat is de meest verrassende, dat is het kristal. Omdat ik het even weet. Kijk, je bent een atoom, je bent een kristal, je bent een plant, je bent een dier of je bent een mens. Meer variaties zijn er niet. Punt. En bij atomen kun je ook rekenen die toevallige samenscholingen van atomen zoals natrium met chloor. Wat noem je nou dan een molecuul? Oké. Okay. Het doet nog steeds helemaal niks. Een kristal groeit. Hè? Jojo. Een atoom maar niet. En kristallen wel. En planten groeien ook. En dieren groeien ook. En mensen groeien ook. Dus dat is het levende deel. Ja, en hoe groeit een mens? Ja. Ik denk dat het er uiteindelijk op neerkomt dat dat wat de wil is, dat past zich aan aan het zelfgeschapene. Ja, de wil heeft deze zon en deze maan en deze aarde en dat hele ding wat zo numerologisch verbazingwekkend in elkaar zit. Want uh, je hebt de zon en negen planeten. Zo wordt gezegd. Het punt is, wij wonen niet op een planeet. Dit is geen planeet. Je kan zeggen, dit is een beschimmelde planeet. Ja, het is dan wel de enige planeet die beschimmeld is. Dat maakt het wel een bijzondere planeet. Dus je moet zeggen, je hebt de zon, je hebt de bijzondere planeet. ...en nog acht anderen. En nu ga jij heel verbaasd uh, je handen uitsteken... ...en dan ga je nog een keer voor mij, net als destijds in de klas... ...ga jij je vingers stellen. Dan dus heb je je rechterduim, dat is de zon... ...de linkerduim, dat is de aarde... ...en de rest, dat zijn de planeten. Ja, Perrie, dat soort dingen, dat is toeval. Ja, het punt is, het, het sterft van dit soort toevalligheden... Het enige wat je moet doen is je rekenmachine erbij pakken. Waarom denken dat die vrijmetselaars allemaal uh, aan de rekenen zijn geweest? Want ze kwamen erachter. Dat, de... dat er is meer is tussen hemel en aarde. Ja, wat moet je zeggen? De... Ja, je hebt de wil. En de wil, die wilde alles dit. En wij weten sinds 1840, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat de wil wil dat wij liefdoen tegen elkaar. En een beetje begrip hebben, A.U.B. En wat medelijden her en der kan geen kwaad. Snap je? En los daarvan, ja, de wil heeft dus uh, die, die... De verschillende volkeren, en dat zijn culturen, en dat heeft zich vastgezet in de botten. <tiek> ja, dat heb je dan zo. En het maakt geen bied uit. Als iedereen een beetje medelijdend is met elkaar, dan maakt het eruit dat de ene flapporen heeft en de andere niet. Ja, ik heb geen flapporen En daar heb ik hele korte oortjes in de kop. En dan heel vaak dan hoor ik niet goed wat mensen zeggen. En dan doen ze onaardig tegen mij. Terwijl ik het gewoon met al die flapporen En ik kan alles zo goed horen. Ja, en dan moet jij een gratis gehoorapparaat van ons. Geheel en al betaald door de flaporenbelasting. Want die mensen kunnen goed horen van zijn eigen. Dus die moeten elke maand een tientje opzij leggen. Om al die korte oortjes en de kupkes Om die gehoorapparaat te geven. Help de mensen zonder flaporen. want ze kunnen niet goed horen. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. Ja, dat laatste is wetenschappelijk vastgesteld. Ja. En Lily Putters kunnen ook niet basketballen. Oh, dat kunnen ze wel. <laughs> Ik ken ook zo'n man die zei van. Nou, en in Afrika zijn ook bibliotheken gevonden hoor. Dat soort dingen, dat helpt niet bij de discussie. Ik zei een keer bij mijn moeder thuis, tijdens een verjaardagsfeestje. dat het mij was opgevallen dat in de trein. dat er nogal wat afgeklept wordt. En dat je allemaal gesprekken opvangt waar je helemaal niet op zit te wachten. Oh ja, allemaal details. En dit, de pat, de pat, de pup. En trouwens, wat Bert deed vorige week op de barbecue. En toen was ik dus, ik kwam net binnen met de saus. En dat had hij dus helemaal vergeten. En dan zei ik ervan. En, 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 en toen viel dus dat om. Ik denk, dat wil ik helemaal niet weten. Ja, ik zit in de trein. Laat me naar buiten kijken. En luisteren naar mijn eigen gedachten in plaats van het gewabbel. En het viel me op dat als dat weer eens aan de gang was. Waren het altijd vrouwen. En dan mijn moeder gelijk. Nou, maar het is ook in de trein dat je wel eens mannen heel erg hard hoort praten en zo. En ik dacht van, nou, dat is helemaal niet zo totdat ik een keertje s morgens in de trein zat naar Amsterdam... en er was een beurs, weet ik veel, in de Olympiahal of wat weet dat ding. Zo'n mannenbeurs. En dan zeg ik er van die gozers om elf uur s morgens met z'n allen in de trein... en dan chok, dan gaan er van die heinige blikken erop... Die kenden elkaar. Die gingen naar een modelbouwbeurs of uh, weet ik veel, uh, Soldeerbout 2000, of elektronica. Uh, quantum uh, dingen liep. Of iets anders. Die waren luidruchtig, jongen. Ja, vind je het gek? Die waren een dagje uit. Met een biertje erbij. Je wordt de hele middag partijen. Dus even insuipen... Kijk, dan zijn mannen luidruchtig. Eeuw. En ik lach me dan kapot. Want die gesprekken die gaan helemaal nergens over. <laughs> dan zit je gewoon te grinnen. <laughs> er zijn gewoon zes, zeven, acht vrienden. En een of andere lulde behanger. Die heeft besloten dat ze dan een, twee sixpacks nodig hebben. Of drie of zo. Want anders komen we niet aan in Amsterdam op de juiste manier. Even suipen, jongens, kom op. Zo dadelijk krijg je een boterham. <laughs> ja, Kijk, en dan zegt mijn moeder gelijk. Ja, ik hoor ook mannen wel eens dingen. Ja, dat zal allemaal best. Dat hoor ik ook wel eens. Maar die verhalen die ik gehoord heb in de trein. Die tenen krommende verhalen, dat had ik helemaal niet willen weten. Een meisje, nou meisje, jonge vrouw, tegen die andere jonge vrouw, achter mij in de, in de trein. Die ene tegen die ander. Ja, yeah. ik ging laatst naar mijn vader en uh, die heeft hij me geholpen met uh, 200 euro. En toen zei ik nog tegen hem van, pap, ik, uh, op deze manier, ik, ik kost je wel veel geld. En toen zei mijn vader tegen mij, kind, maak je geen zorgen. Je moeder is veel duurder. Een gescheiden oudersverhaal. Je snapt het wel. Ja, dan denk je toch... dat wil ik helemaal niet horen. Dat wil ik niet weten. Ik heb nog even stiekem achterom gekeken... en dat waren best mooie vrouwen. Ja, ja. Kijk, als je het hebt over racisme... dan moet je het ook hebben over seksisme... Vrouwen kletsen te veel. En dat is niet hun schuld. De samenleving maakt vrouwen overstuur. En dan gaan ze kletsen. Ze raken de kluts kwijt. Wat moet zo'n meisje nou.? Of meisje, jonge vrouw. Met die opmerking van haar vader. Meisje, pak een geld maar, want je moeder die pakt zoveel, jongens. Dat is toch geen uitgangspunt? Bij mij is het precies hetzelfde, hoor. Het was dit jaar nog. Ik had mijn dochter 180 euro tekort. Minimaal. Ja, zei ze, dan ga ik lenen van mama... En dan betaal ik haar 30 euro per maand terug, want dat kan ik wel sparen. En ben ik er ook vanaf. Waarop ik tegen haar zei: Nou, we doen het volgende. Ik maak 180 euro over. En jij gaat 30 euro per maand sparen. En niet teruggeven aan je moeder. Nee, dat gaat naar je spaarrekening. Dus je krijgt 180 euro spaargeld. En ik ga ervan uit dat jij uh, je computer kan bedienen. En dan ga je bij je internet netjes een periodieke overboeking doen. naar je spaarrekening A6 ah, keer. Want 6 keer 30 is 180, dacht ik. En nog gecheckt: van, heb je de automatische overschrijving geactiveerd? En dat had de kind gedaan. Ik zei, mooi zo. Deze wereld is heel erg raar aan het worden. Ik zag zo'n Amerikaanse vrouw. En die had dan gelezen dat er onderzoek was gedaan naar alleenstaande ouders. En wat die dan jaarlijks binnenkregen aan poen. Nou, bij alleenstaande moeders was dat 25.000 euro per jaar. Uh, dollar, sorry. 25.000 dollar per jaar. Dus 20.000 euro. 21.000 euro. En bij de alleenstaande vader was dat 35.000 dollar per jaar. 30.000 euro. Ja. Nou zei ze, dat is oneerlijk. Ha, waarom? Met de moeder van mijn kind, die. Ik heb dat later uitgerekend naar nou de, de verhouding van de huishoudwerkzaamheden. Ik deed 90%. Uitgerekend in minuten. Dus iedere taak, iedere taak, heeft zoveel minuten. Dus op mijn werk word ik geacht een toilet schoon te maken binnen de vijf minuten. En dan correct, hè, ook boven kijken. Je kent helemaal. Maar daar staat vijf minuten voor. En ja, dat is makkelijk te doen. Nou, zo heeft iedere taak, ieder taakje ook, taakjes. Bijvoorbeeld de lege flessen wegbrengen. Dat heeft zij in die tien jaar geen één keer gedaan. En dan wel heel eco altijd. Nou, als het in glas zit, want dat is recyclebaar En dan doen we dat in de glasbak, dus dat is beter en geen plastic. Ja, dat is best. Maar wie brengt die lege flessen terug? Ja, tien jaar lang heb ik dat gedaan. Elke dag de afwas doen, dat is ook zo'n dingetje. Soms twee keer per dag. Als je gasten hebt. Als je dat allemaal qua minuten bij elkaar optelt. 90% was mijn bordje. Ja, 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 ja. En zeuren, joh. En, oh, en ik word achtergesteld. Ja, jij hebt maar mazzel altijd. Bij jou gaat altijd alles goed. Je krijgt maar dingen voor mekaar. Die vrouw van mij heeft ook nog gezegd van. Jij krijgt zelfs dingen voor mekaar. als ik oprecht geprobeerd heb. Om met de dwarsbomen. Ik vind jou heel erg onderdrukkend. Ja. ja. Zo knijs zijn onze vrouwen. En het zijn onze vrouwen die... De, ...die het dan wat vinden dat een negroïde mensen onderdrukt zijn. Want dan hebben ze een medestander in... ...oh, ben jij ook onderdrukt? Oh, ben ik ook. Dus dan ben je samen onderdrukt. Ik weet nog dat mijn oma, Het was een halve rel. De, de kinderen waren, mijn oma van mijn vaders kant. De kinderen waren de deur uit. Ik zat bij mijn ouders. Dus ik was ook haar kind. Voor de eerste drie jaar. Nou, ja, toen heeft ze mij aan mijn moeder gegeven meegegeven. De, de zoon ging de deur uit. En nou, gingen, de dochters gingen zelfstandig wonen. En, en ze vonden het mooi geweest. En ze wilden gaan werken. Weer. Want ze had al gewerkt. Als handwerklerares. En zij wilde opnieuw. En dat, je kon zo'n baan krijgen. Een handwerkles geven aan de meisjes. En dat mocht niet van mijn opa. Nee, zei hij. Ik ben degene die zorgt voor inkomen. En je mag best handwerkles gaan geven, en dat doe je dan in het buurthuis. En dan doe ik met je mee, en dan word ik de voorzitter van het buurthuis. En dan mag jij handwerkles geven, en daar verdienen we niks mee. En zo geschiedde. Want mijn opa was kostwinner. Dat was zijn beroep. Kostwinner. Dat deed hij graag. want lekker morgens vroeg op en dan gaan we de kost gaan we winnen. En dan de hele avond vrij. En dan gaan we s'morgens weer vroeg op en dan gaan we de kost winnen. En dan de hele avond weer vrij. En dan gaan we s'morgens vroeg op en dan gaan we de kost winnen. En dan de hele avond weer vrij. En ook nog het hele weekend vrij. <laughs> ja. Mijn opa was kostwinner. Zo kan het ook. Vreemd genoeg. Mijn moeder die had als verwijt naar die familie... wij naam zich... ze gaan nooit een keertje echt tekeer tegen elkaar. is dat maar... Ja, laten we het er maar niet over hebben. En een beetje laten gaan... en wie wil er nog een kopje koffie? Nooit een keer knallen aan de toestanden. Nee, dat is haar familie... Van knallende toestanden. Ja, dat onder onderhuidse broeierige dingen en een boem! Jojo. Hey, de negroïde mensen, wat voor mensen zijn dat eigenlijk? Ja, wat is hun bedoeling? Want ze hebben een bedoeling. Voor ons is de vraag, wat is hun bedoeling? Tegen ons lopen klagen dat zij uh, geholpen moeten worden. Dat kan geen bedoeling zijn, want we hebben ook genoeg blanke mensen die, die, die allemaal krijzen dat ze geholpen moeten worden. Dus... Dat maakt niet uit. Dat maakt je niet tot waar je voor bedoeld bent. Ik ben teleologisch hoor. Dus ik geloof dat alles een doel heeft. Ook negers. Een spleetogen. Ah, Mongolen. maar dat is een schat. Nou ja, of, nou, Aziaten. Ik vind wel, je, 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 ja, die, die oogjes, daar gaat het om. Hè? Die spiedende oogjes. Je hebt alles in de gaten. Dan moet je niet tegen pingpongen. Dan verlies je altijd. Ze kennen dat balletje beter in de gaten houden, denk ik. <laughs> en ze kunnen voor ze hip te goed koken. Opmerkelijk. Het schijnt zo te zijn dat een, een mandarijn, dat is een Chinese heerser, dat die heeft gezegd: je mag niet met je handen eten, niet met het, het westerse schepmateriaal, niet met een lepeltoestand. Nee, je mag alleen nog maar met stokjes eten. Want dan eet je langzamer. En dat is waar. Maar zal jij zeggen, ja, maar ik ken Chinezen, die zijn zo handig met die stokjes, die hebben gelijk alles opgesmakt. Ja, en het is niet de bedoeling. Dat gebod van die mandarijn was daadwerkelijk om mensen bewuster te maken van dat wat ze in hun mond stopten. En dat het met twee stokjes moest en dat je dat ook moet oefenen en, en voorzichtig, niet morsi, met een lepel... En dan zit erin. Ja, en dan proef je het niet. Als je kleine hapjes neemt, proef je het beter. En vandaar kleine hapjes. En vandaar mijn stokjes eten. Snap je? Wat is de waarde daarvan? Ik geef je 15 seconden. Kan ik mijn stokjes eten? Jazeker. Snap je? En waar heb je negers voor nodig? Dat is voor ons, denk ik, de grote vraag. Wij denken momenteel dat we niks aan ze hebben. En is dat waar? Wat is de waarde van een neger? Je weet wel, die mensen die hebben uh, zwaardere botten dan wij. Je moet er niet tegen gaan boksen. Dat is uh, niet per se een goed idee. En zwemmen, dat kennen ze niet. Ja, vind je het gek met die zware botten? Moet je heel sterk zijn. Ze kunnen niet zo goed zwemmen. Hardlopen? Die Kenianen kunnen ongelooflijk hardlopen. Dat dwingt respect af. En voor de rest graaf ik nou, welke neger heeft bij mij nou respect afgedwongen, behalve frank. Maar het optreden van Frank was ook zo excellent. Ik zat in het schietcafé. met een vers glas bier. Ik had gewerkt. Het was het einde van de middag. En ik neem een slokje van mijn bier. en ik maak een praatje. of, of, of er is helemaal niks. Of uh, mag niet aan. En dan komt er een. Antilliaanse jongen die komt binnenwandelen en die grijpt mijn bier en neemt daar een slok van. En dat hoort niet, hè? En iedereen daar in de tent op zijn achterste benen. En Frank die staat op van zijn kruk. Maak even kennis. Hij, hij hield die jongen aan. Hij hield hem aan. Het was een aanhouding. Hij deed een aanhouding. En toen ging die jongen weg. Samen met Frank. En toen kwam Frank weer terug. En tegen de tijd dat Frank terug was. had ik een nieuw glas bier. Ik heb hem nog niet. nooit, ooit bedankt. Hij weet. dat ik gezien heb. Wat hij deed. Dat had ook ontzettend uit de hand kunnen lopen. En Frank zo heel rustig. Hè? Zo, wow, ook niks zeggen. Hè? Alleen maar handelen. Geen woord. Geen woord. Handelen. Aanhouden. Broomede de broem. Bromsnoer. En die jongen zo, oké. Okay. Zo, naar buiten zo. Even tot aan de hoek. En heeft hij daar vaarwel uh, gezegd. En toen kwam Frank rustig terugwandelen. Dus als je mij vraagt, hè, ik zou de hele uh, geweldsactie dingen, punt 1, ik wil dat graag onder de wijven Misschien ram ik nou een beetje te hard naar binnen. Maar. Er zijn bepaalde dingen die ik wil. En je moet mannen. Die, die mogen oefenen met de guns. En mogen ze allemaal doen en zo. Maar georganiseerd toestand, Dat valt allemaal onder de wijven. Dus de hele wapenwet. Geldt alleen voor mannen. En niet voor wijven. De wijven moeten de wapens krijgen. Dan worden wij mannen misschien een keer verstandiger. En dan. De, 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 de aansturing van hun leger. door Frank. AUB. Die totale rust. Dat is zo wenselijk. Hè? Alsof je de. Palmbomen hoort wuiven. Er is niks aan de hand. Dat wil je als politieagent. Misschien zou het dat zijn dat we alle, alle negers willen wij in de politie. Zoveel mogelijk affirmative action. Positieve discriminatie. Dat we dan ontdekken wat de waarde is van neger zijn, dat we respect krijgen voor die zware botten. Die zo goed kunnen hardlopen. Weet ik veel? Ik fantaseer me wat. En we zullen erachter komen. Natuurlijk. Wat dat nou? En tegen die tijd zal het niet meer uitmaken. Tegen die tijd zijn wij allemaal uh, ja, mens. En kijken wij vol verbazing terug naar hoe divers wij ontstaan zijn: met negers en spleetogen, en bologen. Je mag mij ook een bol oog noemen. Ik ben een bol oog. En je hebt spleetogen. Ja. Als wij ver proberen te kijken, dan gaan wij eruit zien als een Chinees. Heb je dat ooit uh, gedaan? Ja. Als je in de verte wil kijken, dan moet je uh, <laughs> je oogleden naar elkaar toe knijpen. Ik maak er een spleetje van. Weet je nou? En dat hebben die mensen van nature, snap je? Dat zit ingebakken in het DNA. Ja, maar Piri, wat kan nou het nut zijn van in de vechten kijken? Ja. <laughs> ja, ik ben verziend, snap je? Dus ik weet wat mijn voordeel is. Daarom hebben die spleethoogers ook uh, hogere IQ. <laughs> Dat komt nog. Het wordt nog een keer opgeschreven. Die zijn heel erg verziend. We hebben heel veel inzicht. Ze kunnen niet zo goed bootje varen. Daar zijn wij beter in. Ja, ja ieders ding is, Nabi. Maar ga het ook maar denken bij de, 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 de bevolking van Zuid-Amerika. Die mensen die zo te lijden hebben gehad onder de katholieke kerk. Onder Babylon. Met de, de Inca's en wat je nog meer? de Maya's. En toen de, de Religiones. Dat kwam direct uit Rome. Met de Jezuïeten. Ah, die hebben voor de kaders, gehad, joh. En dan in Argentinië. Met de, en Chili ook. Allemaal dictators. Allemaal van Rome. Hè? Allemaal van Babylon. Hè? Die hebben mensen begeleiden, joh. En iedereen vluchtte naar de steden. Om daar te ontdekken... Dat ze... Tja. Ja. Er zijn geen woorden voor... Hè? Wat dat continent is aangedaan... Door Babylon. Sao Paulo. En dat land... Uh, Zilverland... Argentinië. Argentus, zilver. Uh, Argentum. Zilver. zilverland. land. Jojo. Rampen op rampen. En dan doen we ook nog ontwikkelingshulp geven aan die mensen. De grootste schande. Die er ooit heeft plaatsgevonden. Dus eerst maak je een regio helemaal kapot. En dan geef je een pleister voor het bloeden. En dan ook nog een pleister waar je niks aan hebt. Dat is ontwikkelingshulp. En mensen, kinderen lijden daaronder. Die krijgen geen eerlijke kans. Het is heel erg wat er gebeurt door Babylon. En wij overleven. Dat is het enige vervelende. <laughs> Als Babylon nou maar zo vervelend was dat we niet meer zouden leven, dan was het drama voorbij. Ja, yeah. maar dat is nog nooit gebeurd. Dus waarom zou het morgen wel gebeuren? Dit is wanhopig als je zo denkt. Zo moet je helemaal niet denken. Kennelijk kunnen wij echt tegen. Nou dan. En wij de blanken, ja... Ik heb er geen woorden voor. Ik vind ons tuig. Je moet het ophangen. Jan Wolkers was de smeerlap. Gerard van het Reven was een smeerlap. Noem nog eens. Uh, de kok, Wim Kok. Was een smeerlap. Ruud Lubbers is een smeerlap. Laat Ruud Lubbers zijn karwei afmaken. Nee, Ruud Lubbers was een jesuviet. Was een smeerlap. Bill Clinton is een smeerlap. Hillary Clinton is een... Ilk. Is een tuig, is het. Een tuig moet je ophangen. Daar is het voor bedoeld. Ja, ik kan er niet veel beter van maken, Snibby. Er is één verschil tussen uh, IQ hè, en en mannen en vrouwen. <laughs> en het is dat mannen die je even voor. Ik ga nu geen tekeningetje maken. Ik wil dat je dit uit je hoofd doet. Het is een klokcurve en die is door Gauss gedefinieerd en dat is e tot de macht dinges kwadraat ip. Ik weet het echt niet meer. Het is een bepaalde, de formule. De Euleriaanse verdeling, de standaardverdeling. Heet dat ook wel? Dus als jij iets meet, maakt niet uit wat je meet. Het is nooit altijd hetzelfde als je het meet. Het is soms wat hoger, soms wat kleiner. En dan doe je heel vaak meten. En dan moet je iedere keer eerlijk opschrijven hoeveel je gemeten hebt. Nou, heb je gemiddeld heb je zoveel. Nou, dat zal het dan wel zijn. Nu. En vervolgens heb je ook wat minder en wat meer. Zie je het nog voor je? Nou, als je daar een, een dingetje van tekent, dan krijg je een klokvorm. Zoals een kerkklok. Dus een klok en als een bloemetje. Het komt vanuit het niets, er rijden niks, 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 niks. En plots gaat het zo'n beetje omhoog. Dan krijg je een piekje en dan ga je omlaag. En links en rechts, die zijn identiek. Dat is de normale verdeling. Dat is chaos. Nou, en hoe kan je dan de ene normale verdeling met de andere normale verdeling vergelijken? Nou, je kan kijken naar het gemiddelde. Dus je hebt twee van die klokcurves. Hè? En dan neem je de klokcurve van de mannen qua IQ. Je meet bij de ene man een beetje IQ. Oké, okay, 86. En dan nog een man weer IQ. Oh, zoveel IQ. En dan heb je allemaal IQ's gemeten. En dan heb je dan gemiddelde IQ van mannen. Ja, dat kan je ook doen met vrouwen, natuurlijk. En wat zie je dan? Nou, gemiddeld is het gelijk. Het punt is: het IQ-verschil onder de mannelijke populatie is veel hoger dan onder de vrouwelijke populatie. Dus een domme vrouw. Is nooit zo dom als een domme man. Want mannen zijn dommer in die categorie, van de domme mannen. Daar domineren wij. Dus ja, dat kan je als man heel vervelend vinden. Gemiddeld hebben wij hetzelfde als de vrouwen. Behalve als het gaat om echt dom, daar tref je meer mannen aan. Dat heb je ook bij echt slim. Want het is symmetrisch. Snap je? Ja, en dat los je niet op door je pik eraf te laten hakken. Dat is ook zo'n ding van vrouwen en die Black Lives Matters... Ja, die transgenders die gaan er ook bij. Van ja, wij worden ook achtergesteld. Je houdt erop. Het is statistisch vastgesteld dat het zelfmoordpercentage onder transgenders, wat gevaarlijk hoog ligt, dat dat niet vermindert door een amputatie. Dus wat moeten we ermee? Medelijden hebben met die mensen? Waarom? Kijk, iemand die genderdysforisch is, dat betekent dat je ontevreden bent over je uiterlijk en dan in de zin van geslacht. Iedereen mag tevreden zijn of ontevreden zijn over zijn uiterlijk, en dat maakt hem verder niet zo laat. Als je niet tevreden bent, dan moet je op afvalkursus of je op uh, sixpack training, of, uh, ja, je doet er maar wat aan, en voor de rest moet je jezelf nemen zoals je bent. Dat heet body positivity. Maar als het gaat om je geslacht dan wordt dat plotseling een probleem. En dat heet genderdysforie. Ik ben genderuforistisch. Dus ik ben dus euforistisch, betekent goed. Ui is goed. Eu, euforistisch moet je zeggen. euforistisch. Dat je blij bent. Ja. ja, ik ben blij dat ik een mannetje ben. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Ja, ik ga het mij niet veranderen in een vrouwtje. Ik ben altijd zo geboren geweest. En ik heb het altijd zo gedaan. Dus ik ben gender euforistisch. Er zijn ook mensen die zijn gender die, die, die dat is een, een, een lastig te verhelpen ontevredenheid, want ze kunnen er niks aan doen. En dat is een mentale een stoornis in je hoofd. Net als homoseksualiteit. Dat is iets dat wil je helemaal niet. Het geeft alleen maar gezeur. En het leidt in de regel tot wilde sekspartijen. En dan krijg je geslachtsziekte. En dan ga je antibiotica nemen. En dan stort je afweersysteem in elkaar. En dan gaan ze zeggen dat je aids hebt. Dat is opgelopen ineenstorting van het afweersysteem. En ze vragen zich allemaal af: hoe kan het nou? Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dus opgelopen betekent dat. Eerst deed het afweersysteem het wel, en nou niet meer. En in de tussentijd heeft die persoon heel veel antibiotica gegeten. Ja, ja. Ja, je moet het maar willen, snap je? De laatste officiële meting is geweest dat homoseksuele mannen 20 à 30 jaar eerder de pijp uitgaan dan de mensen die die mentale stoornis niet hebben. En daarmee zeg ik niet dat je homoseksuele mannen van torens af moet gooien. Er zijn meer mensen met een mentale stoornis. Echt heel veel mensen met een mentale stoornis. Dus waarom homoseksuele mannen wel aanpakken en de rest niet? Iedereen die met een mondkapje op door de straten hier in Arnhem loopt. Terwijl dat helemaal niet verplicht is. Die is mentaal gestoord. Nou, er zijn homoseksuele mannen ook. Nou, en we gaan ook niet al die mensen met een mondkapje door de Rijnstraat uh, van een hoge toren afgooien. Dus laten we die homoseksuele mannen ook met rust. Wat is dat nou? We doen toch aardig tegen elkaar of niet? Nou dan. Op mijn werk. heb nou kennis gemaakt met een. Ik denk een Keniaan. Een geinige gozer, jongen. Hij heet Ibrahim. Het is de allereerste Ibrahim die ik heb ontmoet. En ook kennis gemaakt met een Mohammed. Zo, oh, je bent Mohammedaan. Ja, ze niet. En zijn je ouders ook mohammedaan? Hij zei: Nee, ik ben Mohammed. Ik Ja, je, je bent van het geloof. Ja, zei, ja, wij noemen dat mohammedaan. Oh, jullie. Ik dacht dat het islam heette. Ik zei: Nee, want dat is Arabisch. Ik zei ook nog tegen hem dat hele gesodemieter tussen Arabieren en het Westen. Met Osama bin Laden, de grote terrorist. Dat begon ook met de introductie van het Arabische begrip islam. Wat helemaal geen Nederlands is. Het is het Mohammedanisme. Van La ilaha illallah. Mohammedrezullah. En Allahu akbar. Dat ja, meer ken ik ook niet. Om. Ja, Neji. Dat is mijn Arabische naam. Neji. De overlevende. Daar ben ik heel trots op, hè? Dat ik een Mohamedaanse naam heb. Gekregen van Galit en. Weet die gozer nou. Rachid. Met z'n tweeën keken ze me beide stralend aan en zeiden: Jij bent Nazi. Ik zei oké. Okay. Het leven is heel mooi als je de bloemetjes met rust laat. Klein, klein kleutertje, wat doe je in mijn hof? Je bloemetjes, je maakt het veel te grof. Want doe lief tegen een neger. Als je dan Black Lives Matter doe dan lief. En begint te oefenen met je Romeinse buf. En als je dan aardig hebt leren doen tegen je Romeinse buf, dan ga je aardig leren doen tegen de, de, die Poolse arbeiders. Die daar op vrijdagavond een beetje wat kan lopen te tanken met die cut muziek. dat doe je ook een beetje lief tegen. En als we goed geoefend hebben in lief doen tegen elkaar. En we doen ook lief tegen spleetogen. Goed oefenen. En dan gaan we lief doen tegen negers. Ja. Zodat wij goed beslagen ten ijs komen. Dat we goed hebben geleerd hoe je lief moet doen tegen je naaste, Ook tegen die hele kleine opkutjes. Don't want no short people. Don't want no... The voice is coming. Bleep, bleep, bleep. Eh? Randy Newman. Ga je ook tegen kleine mensen ga je aardig doen. Eh? Tegen invalide homo's met een. De, 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 die, die, die homo sapiens lui, en die hebben een oor in hun rechterhoofd of zo. Die ga je ook lief tegen doen. En dan goed, ter, goed beslagen ter ijs komen. En dan gaan wij lief doen tegen negers. Oktober maken wij negermaand maand of zo. En wij pakken maart wel. Is dat wel eerlijk? Eigenlijk zou je dan. Je moet een beetje denken aan die seizoenen, snap je? Wanneer wordt het nou specifiek. bleek scheten maand. Met rossige haren, borstelige wenkbrauwen en alle kleuren ogen zijn toegestaan. In de maand. En een maand. In een negermaand. En dan, dan invullen. Dat is ook een bonenvretermaand. Dan nou, gaan we allemaal bonenvreten. Een beetje culturele uitwisseling, snap zeg maar. je? Een bonenvretermaand moet je hebben. Waar je nog meer. Je schijnt 22 rassen te hebben. Wie dat heeft verzonnen, weet ik ook niet. Maar, maar dat past niet in 12 maanden. Als je dan toch een, een neger maand wil hebben en een bleekscheten maand. Dan heb je al twee maanden verbruik. Dan heb je nog 10 maanden over. Oh, dan moet je twee. Ja, dat wordt even puzzelen. De, bij de Verenigde Naties kunnen ze dat wel uitknoppelen. Dan gaan ze maar even om de tafel zitten, hoor. Hé. Want dat je elke maand weet... En anders doe je maar... Wat zeur ik nou? Dan doe je ook korte maandjes. Hé. Voor kleinere rassie. is het gewoon een maandje van drie weken. Heb je toch nodig? Want anders loopt die kalender iedere keer uit de hand. Het enige wat we hoeven te doen is de Sabbat te heiligen. En voor de rest kan iedereen onze rug op. He. En de Sabbat is de Sabbat en het is momenteel zaterdag. En dan een hele lange tijd is dat zaterdag als het Sabbat is. Dus als we dat verder hanteren, kunnen we voor de rest de kalender aanpassen. En dan hebben we zoveel maanden. Dan heb je dacht, 13 maanden? Maar dat klopt het ook niet helemaal hoor. Dus je moet toch smokkelen. Heb je ook een tijdje heb je de, de niks maand, dan heb je dan ook. Wat is deze maand dan? Ja, dat is helemaal niks. Dus, uh, even wachten tot het weer uh, tijd is. En dan begint de eerste maand weer. Dan krijg je dat. Maar dat is ook niet erg. En dan gaan we de hele wereld in de rondte. En de vraag is of wij een keertje stuiver moeten wisselen met die negers. Dat, dat die dan maart krijgen. En dat wij dan. Uh, ...is dat feest ook gewild... ...je hebt dus de... ...dat heet hem de, de Equinox, daar gaat het om... ...dus het is eigenlijk de september... ...daar gaat het dan om... ...dus zitten is na de Equinox... ...is het dan de... de negermaand? ...volgens mij vinden ze dat wel lekker... Hoor. ...en doen we ons maar dan... Uh, ...na de lente Equinox... ...dan gaan wij even... ...de vogels laten schrikken... En dan krijg je vanzelf uitwisseling. Dat denk ik dan wel. Dus dat... ja, de gedachte dat we allemaal uiteindelijk koffiebruin worden, dat, dat geloof ik niet in. You know? Voor mij lukt dat niet. Ja, die rassen die zijn ontstaan uit mens, het is allemaal mens. Het is zo gegroeid. Meer niet. Je ja, kan alles wel koffiebruin maken en dan zeg ik je, dan gaat het opnieuw groeien. Ja. Kennelijk heb je allemaal verschillende nodig. Ja, wat maakt mij dat nou uit? En ik ben mijn soort mis. Ja. Zo'n typische blanke zeunhuis. Van mij heb je toch geen last? Of wel? Tenminste, uh, ik probeer. Ja. Je weet nooit of het echt goed lukt. Ja, dat is jouw probleem ook, dacht ik. Dus niet zeggen dat dat nou mijn probleem is. Hoe moet je er meer zeggen over rassen. Wat mij te binnen schiet is dat... Die Europese dames, die hittepetitjes, die veganisten. Ik zou mijn leuter daar niet in stoppen. Als ik heden ten dagen de poen had... Zinnen nam ik denk ik een Turk. Was vrouw, hè. Ik kan zeggen dat die Marokkaanse vrouwen mooier zijn. En misschien toch maar Marokkaans. Dan. Even fantaseren. Als ik nou Poen had en ik was twintig. En ik wist dat ik wat moest doen. En het moest een gezin worden. En kinderen. En een tuin. En Weet ik vond wat. Alles optuigen voor dat wijf. En dan ga jij als eerste de pijp uit. En zij is de, de vrolijke weduwe. Een vrolijke weduwe met benenschoppen. Dat ze ook kinderen heeft die voor haar komen zorgen. Hm. Ja, Turk of Marokkaans? Het punt met die Turken en die Marokkanen is: ze hebben thuisland. Hè? Dat is toch aantrekkelijk. Als je een vrouw van die groep, dan krijg je nog geld ook, een bruidschat. Als je er goed voor bent, dan kan je zo, als je ouder bent, samen met haar terug naar waar ze maar vandaan komt. Dat kan ook de afspraak zijn, hè? wij wonen hier, we zijn kinderen weer, en we zijn multiculti. In het oude gedag gaan we terug naar opa en oma. Waarom niet? Ja, jij als man hier in Nederland, je hebt helemaal geen familie, dorp, dinges meer. Dus je bent toch alles kwijt. En dan ga je daar je laatste dagen sluiten. Dat is leuk man, elke dag geiten tellen. Dit laatste was geen geintje hoor. Je moest te snappen hoe fijn het leven is uh, zonder tv en uh, al die andere maffigheid met een OV-bliepkaart. Ja, bloep erop. Daar word je toch scheidsziek van? Nou dan. Een uh, Marokkaanse beetje hoor. Of Turks. Die hebben nog land. Ben je net als Mohammed, een rijke vrouw trouwen. Waarbij rijkdom niet is dat je geld hebt of dat je echt land hebt. De rijkdom is dat je lief bent. En dat de familie ziet. Dat ze lief doet tegen jou. En jij doet lief tegen die familie. En dan is het klont. Snap je? Dan ben je geklonterd. En dan laat je elkaar nooit meer los. Dus dat ze, dat heet dan van twee walletjes eten. Je hebt hier in Nederland nog. En je hebt in... Uh, Waar het maar is. Snap je? Rassen doen er niet toe. Geografieën doen er toe. En culturen doen er toe. En de katholieke kerk, die, die wereldorde, die, 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 de regels. Daar worden ze in Marokko ook scheidziek van hoor. En in Turkije ook hoor. Ze zijn het allemaal beu. Dus wat maakt het uit? En het klimaat daar is aangenaam. Dus weeg je kansen af. Hè? Even dan tegen de Hollandse jongens. Weeg je kansen af. Jouw arbeidsmentaliteit, het is, die staat hoog in het vaandel. Je mentaliteit, dat zit in jouw DNA, namelijk. De Westerse man, omdat hij Westers is, die wil presteren. De Westerse mannen die gaan hier naar de sportschool. In Afrika hebben ze geen sportscholen. Daar klimmen ze in kokosnotenbomen. Hier in het Westen wel. Hij zijn heel druk. Uh, druk. Druk, 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 druk. Ik heb zo'n vriend. En dat is een bouwvakker. En die zat elke ochtend. Ja, vijf keer per week. Om zeven uur s morgens uh, Bang, bang, bang. En sjouwen. Grappen maken. En. Hij heeft een sportfiets. Want dus ja, na je werk wil je ook wat doen, hè? Een beetje vrije tijdsbeleving. Veel buitenlucht. Dat is de Westerse man. Dat is een mentaliteit. En jij bent zeer gewenst. Dus in principe zeg ik tegen jou als Westerse man: verleg je blik en kijk naar wat een vrouw jouw. Waard is. Hoe voegt een vrouw iets toe aan jouw bestaan en hou op over BDSM plus seks? Wat is een vrouw jou waard? Wat heb je eraan? En ik zeg je, ik kijk naar het hele spectrum. En kies er een uit. Maak haar het hof. En kijk of ze hapt. Ras is niet belangrijk... Wij mogen alles. Anders was het wel zo geweest dat als een blanke man seks had met een negen vrouw, dat je altijd kinderen kreeg met 17 benen. Maar dat is nooit zo geweest. Dat mixt uitstekend. Dus wat zeuren we over? Ik weet van Latino-families dat die, die mannen zijn heel beschermend naar uh, die, die vrouwelijke populatie toe. Ja. En er wordt ook afgesproken dat een vrouw toegestaan wordt om te gaan uh, buiten de familie. Dus, uh, en dan een blanke altijd. Niet te veel, niet te veel. Want de, de, niet dat de, de meisjes naar de stad gaan en je, je ziet ze nooit meer terug. Maar dus zo af en toe. En dat wordt gewaardeerd. Die, die mestizo's, latino's, die snappen dat die man dat ook echt voor hun doet. Dat die man niet alleen van die vrouw houdt. Dat die man ook van hun houdt. En dat die man wat voorstelt. Nu, ja. want laten we eerlijk zijn, er is een bepaalde zuidelijke mentaliteit en dat levert niet altijd het beste op. Men wil vooruit, men wil die arbeidsetels... En de rationaliteit. En dat zit in ons DNA. Dus als je kijkt naar het woord, dat is typisch een blank gebeuren. Waarover later meer. Ik ga nog wat bier halen, denk ik. Het is zondag. We zijn nog vrij. Doei.